Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Ik zie zo'n leuk intro momentje vandaag. Ja. Ja, die is leuk, hè? Die is leuk. Meteen instant shiny zijn er een. Oh, en? Ik moet eventjes iets laten zien. Want, en dat komt goed bij het intro momentje. Hij is de koning der meloenen. Meloenen! We got him, baby, we got him. Boop. Toen was ik terug. Ik ben geen meloenen meer. Het doet pijn in mijn hart. Ik hoop dat ze evaluatie ook meloenheer vibes geeft. Ja, ik hoop het ook. Epische meloenheer, baby. Epische meloenheer. Ik zou heel episch zijn. En meloenheerig. Oh, ik zou het ook wel meloenheerig vinden, inderdaad. Ja, zie je. Ik voel jou, Sandring. Ik voel jou ook. Wij voelen elkaar. Oké, level 14, 14, 16 en 19. Ik weet easy, Sandring. Weet je? Ik ga full on. Baby risking it. Doe de best. Oh, maar dit is gewoon een instant shiny. En dan is dit de shiny. Wel een orde. Dat was wel een orde, what the fuck. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Running in the 90s toevallig? Nee. In the shoes. Oh nee, moet ik tegen hun vechten? Nee, tegen Tierno moet je, ja. Oh, tegen Dickie. Nou, Sandring, dat kan je niet zeggen. Nee, maar ik ben de meloen hier vandaag, dus ik ben een beetje thuis. Cor, vies. Zou Cor vies zeggen. Hij zei het ook. Hij zei het zelfs. Ik ga tackle doen, maar ik denk dat het meer doet dan Bubble. Want Bubble is slecht. Vice Grip is goed, oh nee. Oh nee. Ik ga Tail Whipping. Oh no. Whipping Tailing. Oh, heb ik de tailing? Ik zag hem omdraaien en zijn poos, jongen. Dat was fucking ziek. Heel ziek. Whipping, nog een keer de tailing. Ik kan nog eentje tanken, behalve als het een crit is, maar dat moet ook. Dat willen we niet. Ofwel zijn de ring. Oh, ik was ook echt dope met een crit. Ik dacht eigenlijk dat ik een grabbing aan het maken was. Toen bleek dat niet zo te zijn. Wat een vervelend ding. Ah, wat een yawner. Over yawner. Okay. Eriko is verslagen. Dan gaan we nu ook schijning hinten. Tackling. Okay. Wacht, nooit de linkerkant pakken, want in de normale game zit aan de linkerkant altijd echt een kut trainer. De twee furfoes, dat gaan we niet doen. We gaan de rechterkant pakken. Ja, maar dan dat vindt Jordi niet zo leuk, hè? Dat je dit nu van hem afpakt. Dat weet ik, maar ik wil graag levend blijven. Oh, je wil levend blijven? Oké, nee, maar dat mag. Zie je onze avatarlok van deze game? Een crit. Fucking eng. Die zijn wel scary, hè? Kijk, en dit, ik ben wel blij dat ik de vorige aflevering niet in ben gegaan, want ik heb nu al zoveel moeite. Kan je hier geen hordes? Corvies. Vies. Oké, als ik nu een crit krijg. Nee, ik kan hier geen orders. Oké. Dan moet ik hier gewoon gaan hunten. Ik heb toch alle tijd, want ik loop een aardige lengte voor. Ja. Klopt. Meloen hier. Kijk, we got him. We got him. Yeah, baby. Oh ja, ik zou nog kijken. Quicking attacking. De Apom voor item heeft opgepikt. Nee, niet restore. Nee, ik heb leven. Lukt het? Nee. Oh. Je kunt toch ook gewoon Shimmery doen? Daar staat toch ook in? Nee, maar ik wil gewoon end. Ik wil toch dat die andere dingen ook oppikt. En Oh, ja, oké. Maar als het goed uit... Ja, oké, dan pikt hij nog steeds niet op. Ja, oké, ik snap je. Nee, in Roselia. Die heb ik shiny. Meerdere keren, volgens mij zelfs. Ik ook meerdere keren, zelfs.
ik zelfs in onze vorige serie. Oh ja. Plus alleen. Niet. Shit, hij daalt er niet in. Oh nee. Koenig. Yo, living on the edge, baby. Living on the edge. Holy damn. Dat was eventjes wel heel scary. Nee, hij is on face, want hij was wel scary. Ja, wow, we zitten weer. Zitten we weer op dezelfde cirkel? Ja, op dezelfde cirkel, ja. Wow, we zijn er weer precies hetzelfde ja, in. Ik hou echt van ons, man. Ik ook. Vooral van mezelf, nee. Ik hou wel van die schijnende Pokémon, zoals deze. Shiny Purple inkomen? Nee. Dat is een shiny Nincada. Nincada. Het is jammer dat als hij evolueert dat hij niet twee shiny... Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Dan wordt hij wel twee shinies. Wordt hij wel twee shinies? Ja. Yeah. Dus als je die shiny krijgt, ja, is het net zoals elke andere Nuzlocke waarin je die alleen krijgt. Alleen een normale shiny Shedinja is niet zo interessant. Alleen misschien in deze game wel. Je weet het niet, je weet het. Precies, ing. Hij loopt vast, help. Was dat weer je intro momentje? Nee, doet hij het nog? Ja. Ik zie alles wat er bij jou gebeurt in ieder geval. Ik hoop dat jij een zwart scherm hebt. Nee. Ik heb geen zwart scherm. Nou, op Discord volgens mij wel. Volgens mij een laptop wel in ieder geval. Of hij loopt weer te kudding. Dat zal wel, ja. Wacht. Extreme stopping. En dan ga ik even opnieuw proberen. Oh, dat zou je net zien dat ik een shiny tegenkom. Kan je het nu zien? Yo, shiny, ja. Nee, grapje. Dat was je... Jij doet leeging. Alweer. Nou ja, het werkt allemaal gewoon. Weer. Shiny! Hij dacht alleen zo net, ja, laten we niet meewerken. Toen deed ik zo van, nee, doe niet. En toen deed hij zo van, ja, doe ik wel. Oké. Okay. Hoe deed hij dat? Wanneer evolueert Flashling dan? Level 18 of zo? Ja, volgens mij wel. Dat is wel laat. Linging the Flash. Aan de andere kant, in deze game is de tweede damage. Leader ook pas op level 50, dus. Blijkbaar is Poison super effectief tegen Harmonic type. Nee, hij is toch grass ook? Nee. Oh. Yo, Meloeneer gaat deze guy helemaal kapot maken. Nou, dat is niet aardig van Meloeneer. Oh, echt? Maar hij wil gewoon graag level 18 worden, voel ik aan. Je water. Je water! Ik voel het aan mijn UA. Aan mijn Katara. Ik snap het wel. Ken je dat moment dat je een vriendin hebt en dat ze dan de maan verandert? Nee, ik heb namelijk nog geen vriendin. Nee, ik ook niet. Nee, Sokka, dat is een referentie naar dat moment dat Sokka dat zegt. En dat Sokka daar gewoon op zegt, that's rough, nee. Buddy. Mm-hmm. Ook niet van, what the fuck lul jij of zo. Nee, gewoon, ja. That's rough, buddy. Was het ook niet dus een beetje Sokka's schuld? Ja. nee, het was jouw schuld. Nee, oh, ja. Nee. Vooruit. Esper, die wil ik wel shiny. Esper. Volgens mij is die shiny meer geel dan op mijn scherm, of niet? Of die Chikorita bedoel ik. Ja, de shiny is iets geler inderdaad. Oh, centered hoef ik niet. Sorry, hoe heet die gast? Teammate Games, maar ik hoef geen shiny center. Oh. Weet je wie laatst bij mij in de streaming was? Huip. Teammate Games? Oh, Huip? Wojo. Heeft hij al een shiny... wat was ook weer de meme? Shiny de Denne? Weet ik niet, heb ik hem niet gevraagd. Ga ik hier over zijn. Hey, Fledgling evolueert. Is het nog steeds een meloen? Meloeneer, Meloeneer, Meloeneer. Evolved into een grotere Meloeneer.
Ik hoop het. Bam. Oh, dit duurt lang, joh. Ja, het duurt fucking lang, ja. Zeker als je Legend Arceus gewend bent. Oh, hij is wel vet nog steeds. Hij is nog steeds wel vet, maar... Ik weet niet of ik het meteen Meloen nog inzie. De vorige zag ik meer Meloen in. Ik zie het nog wel. Oei, Honedge kan hier ook? Holy damn. Dat is wel ziek. Fuck, I get it. Dat is zelfs... Heel ziek, King. Een Amber, nooit meer vergeet ik jouw naam? Amber, nooit meer vergeet ik jouw naam. Oh shit, nu weet je dat ik die move ken. Kun je ook gewoon zien in de stats. In de post-grad, oh nee, in de post-edit. Ook, maar ook in de stats, zeg maar, als je het op zou zoeken. Oh, nu hoeft hij ook niet meer voorop, want nu is hij ge-evolving. Hij lijkt wel iets meer roze. Ja, dat klopt. Ja, oké, okay. Nee, dat ligt dus niet aan mij. Nee, dat ligt niet aan jou. Deze keer ligt het niet aan jou, Sandring. Dat is nieuw. Ja. Yo, Roselia, die ken ik. Ik was wel heel blij toen ik die in Diamond and Pearl of Brilliant Diamond and Shining Pearl Shiny had. Snap ik. Sander, Chikorita is... Paralyzed! She's paralyzed, of is het? Ik weet het niet. Kijk niet naar genders. Nah, he did not just assume it's her gender. Betekent dat double winning? Oeh, ga ik tail whip of withdraw? Watch me tail whip. Nee. Withdraw zou ik niet snel gebruiken, denk ik. Schilly gaat denk ook evolving. Nou, over vijf minuten zien we de evolution. Ik hoop dat hij dan beter is dan dat hij nu is. Qua loot. Nou, dat weten we over 5 minuten pas. Wat een haat weer. Het is wel waar, maar... Weet je naar wie ik echt haat heb? Wat duurt het lang? Paddy. Oh, we are not in one lining. Het is nog steeds underwhelming. Ja. Wee, boep. Super potion. Heel ziek, King. Hoeveel trains komen er nog eigenlijk? Nog best veel. Je hebt echt nog maar weinig gedaan. Nou. Hoort. Nee. Clefairy. En Belden. Meloenier. Oh, zo. Probleem, als ik straks een Belden shiny tegenkom, dat het echt moeilijk wordt om die te vangen. Ja. Dat wordt een hel. Een helling. Daar kan je zo'n hellingproef op doen. Helling. Ja, dat is van dat getal. Hellinggetal, dat is wiskundig. Shit, hooggedoesjes. Bambi. Je moet... daar heb je nog 2 trainers die zijn mogelijk. Ja. Je kan desnoods alles ontwijken, maar... Oh, had ik deze dat... kunnen ontwijken met die Bidoof? Ja, ik denk onder de onderdoorloping. Oh. Jammer, Simon, dat hij niet de Evolution heeft, hè? Hij heeft wel Moxie. Oh, dit is die Moxie, Simon, kijk het niet? Nee, Simon, kijk het niet. Wat een hater. Verwijder op een nieuw. Ja, snap ik. Oh, dat is zo sterk. Oh, defense omlaag. Oké, dat is op zich gunstig. Ja, attack gaat dan omhoog. Dat is wel weer minder Nevermind. Die attack, die defense omlaag was inderdaad wel gunstig. Ik had gelijk. Gunstiging. Blijft het in? Ah, die kan ik wel hitten. Ik wou eigenlijk switchen naar zo'n super effective move, maar dit moet wel goed gaan. Ah. Sending sweet. Sending the sweet. Eating the sand. Centering. Centering, inderdaad, centering. Ik moet zeggen, die sexy goon is wel sexy. Ja, sexy goon.
Sexy Goon. Wat vind je van mijn naam eigenlijk? Ik ben nog steeds trots op Sexy Goon. More like Sexy Gone. Oh. Omdat je een gone gaat doen? Nou, dat was ook omdat ik dacht van, oh, misschien is deze ongeldig. Mm-hmm. En toen was het niet zo. En toen was het yeah! Oh, Sandering gaat allemaal dodging de trainerings? Volgens mij ben Zal ik die daar nog zo schijnende Pokémon moet zijn. Ja, maar ik loop wel echt ziek ver achter. Dat klopt. Dat is niet gelogen. Embering, hoeveel doet dat? Oh. Nooit meer zal ik haar naam vergeten. Wow. Een cirkel? Er zit een wereld. Oh, Flame Body. En die gaat die eitjes wel hatchen. Holy damn. Of is dat niet Flame Body? Ja. Ja toch. Flame Body en Magma. Magma Armor. Of Magma Body en Flame Armor. Nu komt de shiny. Ik voel het, Sander. Je hebt de shiny nu. Ik ook. Ik denk het ook. Nee. Shit. Ja, moet ik nog doorgaan met shiny hunten? Of? Ja, dat zou ik wel. Ik zou het wel doen. Ik ben hier ook al nog aan het shiny hunten, dus. En we gaan gewoon. Ja, dan is het maar een lange serie. Dat is helemaal niet erg. Tenminste, ik vind dat niet erg. Als de kijkers het wel erg vinden, is het jammer. Ja. Zolang wij nog dingen hebben om over te spreken, dan is het allemaal niet erg. Spreking. Breaking Bad. Weet je wat ook zo'n Engels leenwoordje is? Nou? Boekbespreking. Dat klopt, ja. Net als dat YouTube Engels kan, in behandeling. In behandeling, ja, klopt. Kan allemaal gewoon. Al mijn late video is geüpload die ik gisteren heb opgenomen. Ja. Yeah. Ik ging als een speer met die puzzeltjes, joh. Ik inde die pickerets alsof het niks was. Waren daar geen pickerets verloren gegaan? Nee, zeker niet, joh. Ik ging wel echt fucking lekker. Dat is altijd wel eens fijn, hè? Als het allemaal gewoon lekker meegaat. Oh. Welke doe je nu ook alweer? De beste, Mask. Toch? Ja. Ja, dat vind ik de beste personage. Een van de beste, ja, sowieso. Ik moet eigenlijk Last Spectre nog een keer spelen, want die heb ik zo weinig gespeeld. Ja? Die heb ik denk ik het minst gespeeld van allemaal. Weet je welke ik het minst vaak gespeeld heb? Nou, Curious Village, maar die vind ik ook niet leuk genoeg om nog een keer te spelen. Okay. Kijk, weet je wat het is? Die is en niet in het Nederlands, waardoor ik... Ja, is er trouwens wel, maar... Ja, fanmate. Ja. Oeh, shiny Beldum! Heel ziek. Nee, die is er wel en ik heb die ook wel gespeeld, was leuk. Maar wel voor één keer. Het was niet dat je zegt... Ja, precies. Ik heb hem nog wel ook nog steeds op mijn PC staan voor als ik ooit een keer denk... Ik wil hem nog een keer spelen, dan kan het, maar... Ja. Uh-oh, hij kan takedown. Ja, dat is het nadeel met Beldum en de hoge catch rate. Ik denk dat je hem gaat verliezen, man. Wow, meteen geen vertrouwen in mij Weet je dat Beldum een van de moeilijkste Pokémon is om te vangen? Dat weet ik, maar ik ben een Pokémon meester en ik geloof in mezelf. Ik ben het Nielson. Als je Game Boy loopt, dan moet het wel lukken. Maar ja, dan moet je wel zo ver komen dat je kunt Game Boy looken. Mhm. That's the frogging. Ken je dat, frogging? Dat is Engels. Ja, dat ken ik wel. Pudududududududun. Ja. Sweeting the sanding. Sanding the sweet. Oh, ik dacht even dat het zat, joh. Dit is niet best. Ik hoop echt dat je hem haalt. Ja, aan de ene kant ook weer niet. Want dan... Kijk, ik vind het kut als je een shiny vult. Dus vandaar dat ik hoop dat je hem haalt. Ik hoop niet dat je hem haalt. Omdat Beldum oprecht een hele goede Pokémon is. Mm-hmm. Nou ja, Beldum niet. Maar zijn evolutie. Metagross. Meteng ook al wel. Die krijgt Meteor Mash, toch? Dat zou goed kunnen, ja, ik denk het wel. Ah, er zijn natuurlijk wel wat movesets aangepast. Maar... Dat is waar, dat is waar.
Kon je niet wegrennen? Dat is kut. Jawel. Ik deed dom. Ah. Ik switch op ongeluk en toen was het zo van... Oh, oké. Okay. Ja, ja, dan gaan we dat doen. Goodbye. En toen gingen we ze dood maken. Sixagon is level 16. Wanneer even wit Sixagon? Dat weet ik niet. Sixagon? 22? Ik denk zoiets. Meestal is dat wel een beetje... Game Boy Luke? Oh, no. Nee, hij moest nog een derde keer. Ja, maar... Hij had pas twee keer geshaken. Ja, maar bij de tweede keer moet je het zeggen, toch? Nee, bij de derde keer. Als hij drie keer geshaken heeft... Dan moet je Game Boy Luke zeggen. Nee, dat gaat bij twee keer. Nee. Geen shiny. Jammer. Hoe staat het met jouw bingo-kaart eigenlijk? Dat doe je ook niet meer, hè? Maar ik heb er al, eerlijk gezegd gewoon geen tijd voor. Nee, oké. Dat snap ik wel. Ik denk ook echt... Hé, zit een shiny tussen. Er zit een shiny tussen. Ja, ik hoorde het. Ik zag het. Ik denk dat het de Chikorita is. Ja, het is de Chikorita. Ja. Nice. Oké. Oeh, misschien moet ik even... Ik ben burn, dat is een beetje het dingetje. Hij overleeft nog één hit van zichzelf al, denk ik. Oh, ik hoop het voor je. Nee, hij is dood. Ah, sad. Yup. Nou ja, weet je, het mag mij ook een keer tegenzitten. Schilly evolueert wel, dus... Dat is dan weer de positief. Bite ook, nice. Oh, ik moet me echt... Oh, dit is niet handig. Dit is niet handig. Niet met burn. Oh, mijn attack schuilt. Ik had hem sowieso natuurlijk moeten switchen. Oeh. Oeh. Ah, jij leeft nog. Ja, maar dit was wel echt fucking dom. Het was niet heel handig. Ik stond ook nog op de switching menu zo net. Nou, ik kan de komende 10 minuten naar je kijken, Sander. Ja. Leuk. Vind ik leuk. Zit op Facebook, want ik vind het leuk. Bellsprout even killen, denk ik, of niet? Ja, dat dacht ik ook, maar die is al geheft. Ja, aan de andere kant moet ze toch allemaal killen. Oké, Gulpin sowieso niet, want het is toch geburnt, het is niet zo eng. Ging ik eerst voor mijn chop gaan? Waarom niet? Chop, chop. Dan is hij dood. Ja, die doet ook denk ik wel... Ja, misschien op jouw Pokémon niet zoveel damage, maar... Nou, zo net op mijn Sixagon vond ik die toch aardig eng. Ik vind Shinx ook wel eng hoor, met... Ja, met de leer. Ja, leer en eventueel een elektrische aanval. Ja, dat kan die waarschijnlijk niet op level 5. Nuzzle? Oh nee. Nuzzle. Ja, is niet helemaal van deze tijd. Nope. Hoor mij nou. Shit. Boom. You got it. Go Sandring. Go Sandring. Growl. Oké, mijn attack gaat loading worden. Maar ik ben wel blij met Chikorita ook wel hoor. Dat is fijn. Want ik vind Chikorita gewoon zo'n leukie eigenlijk. Ik vind Chikorita is echt de most underrated starter. Oh, ooit. Ik ben het helemaal met je eens. Want de rest die niet zo heel geliefd zijn, die zijn ook niet leuk. Precies. Zoals dus... Bulbasaur. Oh nee, Bulbasaur is juist overrated. Bulbasaur is overrated, ja. Nee, maar dat is wel gewoon zo. Chikorita is echt underrated. Weet je wie wel Chikorita wel vet vindt? Nee. Jordi. Jordi, ja? Jordi, ik snap je helemaal. Je hebt gewoon gelijk. Het enige nadeel dat je Chikorita hebt, is dat we weer een Pokémon hetzelfde hebben.
Ja. Maar dat is niet erg. Daar komt allemaal verandering in. Totdat de vuurnatie aanvalt. Oh, hè? Ja, kijk, weet je... Ik denk dat inderdaad dat het nog wel heel anders wordt. Want ja, op een gegeven moment... Ja, je hebt zoveel verschillende Pokémon. Mm-hmm. Oh, dat vind ik niet zo heel leuk. Ja, het ja, lowert wel de kans op... Ik heb geen 1000 gold. Op zich, het verhoogt wel de kans dat ik hem vang, maar... Oh, ik had sowieso denk... Oh mijn god, Sander. Oké, voordat je dit paleis ingaat, moet je zorgen dat je al je geld uitgeeft. Want je moet 1000 dollar, pokedollar betalen voor dit paleis, maar als je geen 1000 pokedollar hebt, dan laat hij gewoon naar binnen. En anders moet je 1000 pokedollar betalen. Okay. Ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb net. Girl, okay. Kijk, zijn HP wordt nu ook gelowerd en dat vind ik kut. Oef. Ja, nu is het pokeball voor je. Flame body. Gooi. Ja, dit zou ik dat. Gooi. Ja, ik heb 1 great ball, maar die wil ik gaan gebruiken als ik. Als het niet anders kan. Ja. Game Boy Loop. Parapaparada. Yes! Lekker baby. Lekker. Hoe ga je nu mee? Mijn kolen. Mijn kolen. Ik weet niet of het past. Yes. Jawel, dat past wel. Mijn. Oh, mijn. Ik dacht M. Apostrof N. Mijn kolen. Oh. Mijn kolen. Moet ik eerst hierheen of niet? Prachtige catchphrase. Ik snap niet dat ze dat... Ja, dat niet in verschillende series zit, zeg maar. Gewoon. Mm-hmm. Ik vind dat zo prachtig, hè? Mijn kolen! Dat ze dat in Avatar ook niet hebben gestopt, eigenlijk. Raar, hè? Het zou echt wel zo'n grapje zijn. Dat ik denk, Avatar-kijkers zouden dat wel kunnen waarderen, denk ik. Tjonge. Nee, ik ben het kudding. Kudding! Oh! Heel ziek. Kudding? Pudding is ook zo'n Engels leenwoord, wist je dat? Ja, dat wist ik zeker. Zullen we de aflevering beëindigen, Sander? Nou, op deze positieve noot moeten we sowieso de aflevering afsluiten. Precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.